Ricky, wat een slotfase. Laten we beginnen met de penalty. Jij schoot hem zelf. Was het hands? Ja, zeker hands. Het is altijd even dan de discussie van hoe dichtbij is Adam bij het lichaam. Maar ik heb net even snel teruggekeken en ja, die bal gaat richting goal. Dus ja, er zijn regels voor. Dus het is niet aan mij om daarin te beslissen. Alleen mijn eerste ingeving was hands. En dan duurt het even voordat je die penalty daadwerkelijk kunt nemen. Wat gaat er dan allemaal door je hoofd? Ben je zenuwachtig? Nou ja, heel ontspannen is anders, maar het is niet anders. Ik bedoel, je moet gewoon die bal schieten. En weet je, als je een penalty gewoon goed of hard inschiet, dan kan je hem ook missen. En dat gaat elke keer weer zo zijn. Alleen nu ging hij lekker in. Dus. Ik had niet het idee dat je heel veel twijfels had. Nee, maar dat wil je ook zoveel mogelijk wegnemen. Vooral in zo'n slotfase waar je toch niet lekker in de wedstrijd zit. Zelf niet, als team niet. Ja, dan moet je ook geen gekke dingen gaan doen. En dan moet je hem ook gewoon soms op je slof nemen. Verder over de wedstrijd. Het was niet de mooiste, hè? Klopt. Ja, ik kan hem ook aan toevoegen. Het was niet best. Wat vond je verder van de wedstrijd? Waarom ging ze stroef? Weet je, iedereen wil toch altijd even het kunstgras noemen. Dus laten we dat maar even doen met deze. Het helpt allemaal niet mee. Het is wel lastig. Als je de bal liet gaan, gewoon over het kunstgras liet lopen, dan hou je wel controle. Alleen zodra je toch balletjes gaat chippen, de achter wil gaan leggen, ja, dan wordt het lastiger. Want ja, die stuit het gewoon door. Het is lastiger voetballen. Ja, en wij speelden dermate oké, maar vooral qua intensiteit. We begonnen natuurlijk veel te slap, begonnen heel slecht. En dan moet je ook wel binnen een minuut achter staan, denk ik. Was daarom ook de ontlading misschien nog wel groter? Natuurlijk, ja, die zijn heel lekker hoor. Als je gewoon weet dat het gewoon 0-0 verdiend is. Alleen dat je hem toch over de streep trekt. Dat zijn extra lekkere punten wel. Die voelen haast als dubbele punten. Zitten de wedstrijden van de concurrenten dan ook nog in je achterhoofd? Nee, bij mij niet zo moet ik zeggen. Maar natuurlijk leeft het wel. Dat je gewoon een goede aansluiting houdt. En daar boven ons veel punten verliest is. Dat denk ik wel. Goed terug, guys. Ja.